Goedemiddag mensen, welkom op een kanaal op ixmooi. Vandaag heb ik terug weer een nieuwe roomtour voor jullie. We zijn hier namelijk in New York van 17 december tot 23 december. En we zijn hier in het hotel Real Plaza Manhattan Times Square. Deze is uh, opengegaan in 2022, dus deze is nog heel fresh en nieuw. En ik zal jullie de roomtour laten doen, dus laten we maar beginnen. en Let's go! Zo, so, vooraleer heb je hier de inkom van de kamer. U ziet hier namelijk dan ook een spiegel. Net als u erdoor binnenkomt. Dan gaan we hier naar de badkamer. Zoals je ziet, een spiegel waar je zelf kan verzorgen en al. Hier heb je dan voor je te wassen de douche. Wel, wel heel gezellig en een goede straal om je te wassen die wel aangenaam is. Dan heb je namelijk hier de... Toilet, stel niet zoveel voor als je gewoon uh, je grote boodschappen of gewoon snel naar het toilet wil. Dus laten we ook maar dan teruggaan naar de slaapkamer waar je, waar je de nachten verblijft. Dus hier ziet u een uh, rood, een dikke matras, een rood bed. En dan zie je hier normaal dan ook de televisie, maar deze heb je niet zo vaak nodig, want ja, je hebt meer dingen te doen. Of gewoon hier aan de televisie kijken. En als we rechtdoor lopen. Dan ziet u hier een broodje met een uh, stoel. En dan hebt u hier het uitzicht. We zaten op de 42ste verdieping. We zaten 5 tot 7 minuten van Times Square. En van Top of the Rock. dat u kan bezichtigen Dus hier, hier ziet u. De Crown Plaza Hotel, denk ik. Die dicht bij, bij Times Square is. En dan hebt u daar een mooie rooftop met die rode stoelen daar, die wel nog nice is. En als u dan naar de rechterkant kijkt, kan u daar Top of the Rock zien. Klein beetje kan je die zien, maar wel nice dat je er zo dicht ervan is. Het, deze locatie is wel eigenlijk... Nog heel goed, omdat je heel snel bij alles bereikbaar bent. En dit was het dan. Als je graag wat meer roomtours graag ziet, vergeet zeker geen like achter te laten, abonneer voor meer, en tot de volgende keer maar weer. Bye bye.